Dag lieve mensen, zo opent de koningin van de Nederlandse televisie haar programma's. En de kijkers voelen dat ze het meent. Mies Bouwman begint haar carrière op de eerste televisieavond van de KRO. Ze wordt uitgekozen als omroepster na een presentatietest. En toen werd ik zomaar de eerste televisieomroepster. Ze wordt een nationale heldin als ze de allereerste tv-actie Open het Dorp presenteert. De actie voor gehandicapten levert een voor die tijd ongekend hoog bedrag op, 20 miljoen gulden. Heel hartelijk dank, fijne mensen in de rij, fijne mensen in het land, fijne winkeliers en iedereen. Voor het publiek is ze inmiddels een heilige, maar dat verandert nog een jaar later. Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Heel Nederland valt over haar heen als ze samen met onder meer Jan Blokker en Gerard Reven het satirische programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer gaat maken. Alle heilige huisjes gaan om. In Madrid, daar woont de graaf en zijn zoon heet Juantje. Als je vraagt wat deed je pa, dan heft hij snel zijn handje. Het publiek spreekt er schande van. Mies Bouwman wordt zelfs bedreigd. Dit ging veel te ver. Dus ik ben eruit gestapt. Daarna presenteert ze alleen nog grote succesvolle amusementsprogramma's, waaronder Eén van de Acht en later In de Hoofdrol. In 1993 stopt ze met haar tv-werk. Het is mooi geweest. Het was heerlijk, maar het boek is nu uit. Maar ze verdwijnt niet helemaal uit beeld. Voor RTL werkt ze bijvoorbeeld mee aan de hulpactie voor de slachtoffers van de tsunami. Ja, daar zit je. Even als Fiona gaan zitten. Ja. Zo. Enig om hier te zijn, enig om iets te kunnen bijdragen aan dit fantastische gebeuren. De koningin van de Nederlandse televisie is niet meer. Dag lieve mensen, zou ze ongetwijfeld willen zeggen.